even naar de buurman toe en dat is de uitstralingsprijs. Ja, Johan Jeukens, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ten eerste, welkom. Een verrassing voor u. Jazeker. Hoe bent u hier naartoe gelokt? Want dat is eigenlijk de eerste vraag eigenlijk die bij mij eigenlijk te binnen schiet. Want ja, het was denk ik niet vooraf de bedoeling dat u hier naartoe zou gaan. Nee, dat zeker niet. Want ze hadden gezegd, zo'n aandacht aan Avondvierdaagse besteden. Maar het was dus wat anders. Had u niet zoiets van, het is februari, Avondvierdaagse besteden? Ja, dat komt een beetje raar over? Of? Dat wel, ja. Dat kwam wel raar over, ja. Als u nu terugkijkt, hè? Ja, u bent erin geluisterd op een leuke manier. Maar ik denk dat u er geen spijt van heeft. Dat zeker niet, nee. Een waardering doen op dat moment. U bent gekozen voor de uitstralingsprijs. Vindt u zelf ook dat u hem verdiend heeft? Nou ja, ik doe veel met sport, ja. Als mensen een beeld krijgen van u, hoeveel uur besteedt u gemiddeld aan nou ja, wat u doet eigenlijk, om het maar zo te zeggen? Nou ja, de komende week, elke weekend dus. Drie weekenden achter elkaar dus. En dat doet u hoe lang al, qua jaar? Run? Oh, dat doe ik een jaar of drie nou. Dat u echt intensief ermee bezig bent? Ja, wel incidenteel, maar nou weer veel meer. Dat gaat op een gegeven moment denk ik naar een piektoer als de Avondvierdaagse natuurlijk begint. Wat is nu het mooiste als u zegt van ja, ik doe het voor mezelf natuurlijk, want ik krijg heel veel voldoening door. Maar waarvoor doet u het nog meer? Ja, dat moet ik zeggen. Nee, ik kan me voorstellen, u wilt toch ook ja, lekker in de maatschappij, lekker actief te blijven. Er zijn weinig vrijwilligers ook hier in Kampen. Of dan laat ik zo zeggen, er is altijd vrijwilligers tekort. Maar als nou mensen die geen vrijwilliger zijn, vrijwilliger moeten worden, wat zou u als reden aangeven? Nou, om bezig te zijn, hè? En niet allemaal achter thuis te zitten. Want even voor de goede orde, dat kunt u niet thuis zitten. Dat kan ik zeker niet. Wat is, als ik even in mag hoor, wat is nou het succes van de Avondvierdaagse zoals het nu is? Want elk jaar hoor je weer dat er weer meer mensen deelnemen. Wat is het succes daarvan? Nou, dus ik kan hem heel apart. Aan je omliggende plaatsen is het heel anders. Dat is niet zo massaal als hier zo. Maar u kunt niet aangeven van, ja, gewoon de samenhorigheid? Of? Ja, het is één keer een naam in Kampen en dat gaat door zo. Ja, want ik hoorde vanavond getallen. Is het het record waar jullie het afgelopen jaar op hebben gezeten of is het al eens eerder zoveel geweest? Nee, het is wel hoger geweest, maar toen was het nog IJsselmuiden niet aan pad. Toen was Kampen en IJsselmuiden 1 en later is IJsselmuiden aan pad gegaan. Oh, dus vroeger was IJsselmuiden en Kampen samen? Ja, dan waren er 36, 3700. Nou, want in IJsselmuiden zelf, ja, ik kom uit IJsselmuiden, maar daar zijn ook heel veel mensen die als ze meelopen. Ja, dat is ook een 1800 dat ik het goed schat. Oké. Is dat misschien niet een goede gedachte om dat samen te voegen? Want je bent natuurlijk één gemeente Kampen. Nee, maar er is een probleem met die brug. Iedereen wil die brug niet over. Kan het verkeer ook niet aan. Het verkeer niet aan, maar Kampen moet het gewoon zelfstandig blijven organiseren, bedoelt u? Ja, dat moet zeker, ja. Ja, want ik denk samen dat het ook niet kan, dat het gewoon veel te massaal is, hè? Oké. En ja, de Avondvierdaagse, u zegt van het groeit nog steeds qua deelname. Ja, dit jaar, zijn er nog bijzonderheden wat je zegt van, nou, dat gaat echt veranderen? Nou, dat niet. Het loopt altijd goed, dus... En de draaiboeken liggen al klaar, neem ik aan? Dat ligt altijd klaar, ja. Alleen een paar dingen veranderen. Als auto's meer weg op de parkeerplaatsen weg zijn, daar hebben we nu nieuwe spandoeken voor, dus... Even nog naar jou. Heb jij wel eens met de Avondvierdaagse meegedaan? Ja, zeker. De laatste tijd jaren niet meer, sinds ik van de... Ja, school af ben inderdaad. En was het 5 kilometer of 10? Op het einde, de 10, ja. En ja, okay. Ja Johan, als ik Johan even mag zeggen trouwens. Ja, je wint nu vanavond. Volgend jaar mag er weer iemand winnen. Heb jij nou iemand in de gedachten die zegt je van... Nou, die zou ook nog eens een keer onder de aandacht mogen krijgen. Nou, zou ik op het moment nog niet weten, nee. Ik hoorde vorige week IJsselmond Sport, hoorde ik iemand zeggen. Ik zei, nou, dat zou ook een keer een mooie goede uitstralingsprijs zijn. Wie weet, Erik. Goed, misschien even tot zover dit interview en misschien dat we even naar de muziek kunnen.
Oké, dames en heren, ja, het is een tijd van komen en natuurlijk ook een tijd van gaan. Het zit erop wat betreft de sportverkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en alle prijzen die als eraan verbonden waren. Het was hier een leuke avond echt met vanavond, hè? We hebben ons vermaakt. Ontzettend leuke avond. Ik denk ook zeker een compliment aan de Campus Sportraad die het natuurlijk allemaal organiseerde. En natuurlijk het, de ideale locatie van het VIA-gebouw. Ja, wat werd al heel goed gezegd straks. Het gemeentehuis of stadhuis is mooi, maar dit is een perfecte locatie hier bij het VIA. Absoluut. Ook wij danken natuurlijk het VIA daarvoor dat wij ook hier als TV IJsselmond aanwezig mochten zijn. We danken u thuis natuurlijk ook voor het kijken naar de sportverkiezing van Sportman en dergelijke allemaal van 2012. Ja, en namens ons, het IJsselmond Sportteam, zouden we zeggen, morgen is er op zaterdag geen sport. Maar ik zou zeggen, graag tot een volgende keer. Dag. Dag.